Mijn naam is Roos Dyson. Ik wist van kleins af aan dat ik in de paarden wilde gaan werken, dus na het behalen van mijn VWO-diploma heb ik de paardensportopleiding in Deurne afgerond. Sinds enkele jaren ben ik op zelfstandige basis werkzaam als fulltime instructrice. Bij Akasha Rijkunst heb ik een aanvullende opleiding gedaan waarmee ik me gespecialiseerd heb in houding en zit. Achteraf gezien vond ik eigenlijk de volgorde van deze twee opleidingen verkeerd, want wat ik bij Akasha leerde was eigenlijk les 1. Ik had mijn paardensportopleiding op zak, ik reed ZZ licht dressuur en ik dacht, waarom heb ik dit nooit eerder geleerd? In dit filmpje ga ik aan de slag met Marleen Notenboom en haar Grand Prix paard BWR Wat Nou. We gaan eens even kijken wat er gebeurt als ik les 1 toepas op deze Grand Prix combinatie. Ik heb Marleen nog nooit lesgegeven, dus ik ga beginnen met een analyse. Daarna volgen enkele oefeningen om te werken aan het bewegingspatroon van de ruiter. In de les heb ik met Marleen gewerkt aan een aantal dingen, met name aan de opstapeling van haar bekken en ribbenkast. Marleen rijdt nu met meer aanspanning in haar core, haar diepliggende spieren, waardoor de rest van het lichaam kan ontspannen. Hierdoor kan ze de bewegingen van haar paard fijner volgen. Het ruggebruik en de aanleuning worden hierdoor beter en ook zie je een mooie verfijning van de hulpen. Om een paard goed te kunnen trainen is het belangrijk dat je eigen lichaam goed functioneert. Zadels, hoofdstellen, hulpteugels, bitten en sporen zijn er in allerlei soorten, maar uiteindelijk is je eigen lichaam het belangrijkste trainingsattribuut. Daarom gaan we nu bij Actiesports kijken hoe het met Marleens lichaam gesteld is. We beginnen met een echo, gemaakt door fysiotherapeute en dressuuramazone Ilse Stuits. We gaan met echo kijken naar je buikspieren, naar je stabiliserende buikspieren en naar de verhouding tussen je stabiliserende buikspieren en je bewegende buikspieren. En kijken waar de zwakke plekken zitten en hoe die het beste kunnen trainen. Oh, kritisch kijkt dat je eigenlijk rechts meer spiermassa hebt dan links. Ja. Als je puur nu kijkt aan de totale omvang, was die rechts royaler aanwezig dat hij aan deze kant. Hi, ik ben Erwin, welkom van Access. We gaan starten met een Function Movement Screen. Ja. Dat zijn 7 oefeningen. Ik ga ze aan je voordoen. Ja. Daarna moet jij ze gewoon nadoen. Ja. Het is een screening, dus eigenlijk om naar voren te brengen. Of er bijzonderheden zijn qua mobiliteit, stabiliteit in alle gewrichten. Ja. Dus schouder, enkel, rug, knieën. I have a dream. I have a dream. I have a dream.